Like challenge. Ik geloof niet dat je deze video sneller kan liken totdat moord is. Ja, we moeten gewoon afwachten totdat moord is hier komt, man. Dus hopelijk hebben jullie al gelijk, want anders komt moord straks jullie in stukje zakken, man. Dat wil je echt absoluut voorkomen. Ja, want die gaan scheppen in zijn handen, man. Dus, Maar had jij nou met hem gedm'd? Ja, maar dan gaan we zo meteen nog terugkomen. Want eerst de promoties. Abonneer op mijn kanaal met het belletje aan. Dat als je dat niet doet, ja, dan stuur ik hem moord eens. Nee, dat ga ik niet doen. Dan komt moord gewoon niet naar je huis, man. Kijk, ik zou het jammer vinden als je het niet doet. Het is je eigen keus. Maar moord is, ja, die wil gewoon niet naar je huis hebben, man. En het belletje moet ook aan, want anders weet je niet eens wat er gebeurt. En abonneer natuurlijk even op het Lidse kanaal van de hele wereld. Oftewel. Daniel Dorks en word lid van de Lidsfamilie op het hele internet, oftewel de Daniel Dorks familie. En abonneer dus op mijn kanaal, link staat in de beschrijving. En kijk alle video's die online komen van minuut 0 tot hoe lang die ook maar duurt, helemaal af zonder te scrollen. Ja, ja, ja. En als je dat hebt gedaan, kijk hem dan nog een keer. Ja, en niet refreshen, nee, gewoon dezelfde view. Ja, en als je gaat slapen, maak een afspeellijst van al onze video's en laat het gewoon afspelen en ga slapen. Ja. Maar hij heeft onze kijktijd weer. Maar er zit een foutje in, want jij zei dat jouw kanaal het lidste kanaal van de hele wereld is. Dat is het helemaal niet, Daniel. Oké! Okay. Dat is het helemaal abonneer dan op het ene lidste kanaal van de hele wereld. Ja, goed! Jouw tijd is geweest. Jouw tijd is geweest. Dit is geweldig. Maar goed, we gaan even de DM's oplezen met Mortis. Mortis is echt een klootzak. Als eerste een malle klas. Oké. Okay. Mortis stuurde twee puntjes. Ik stuur daarop wat hij mee bedoelt. Want ik vind het heel raar dat je twee puntjes stuurt. Jij niet? Ja, ik snap er ook helemaal niks van. Waarom zou je random twee puntjes sturen? Maar... Ik stuurde twee vraagtekens. Want ik snapte er helemaal niks van. Jij wel? Ik heb er sowieso niks van. Mortis zei ik tegen mij. Waarom val jij Crow en Nani lastig? Wat bezielt jou? Ik dacht iets van, wat zeg je allemaal, Mortis? Ik zei van, wat zeg je allemaal? Kan ja, ik even bellen? Snap ik. En toen zei hij, die speelt Brawl Stars als mij. Moehahaha. Deze man zoekt en alleen maar aandacht. En dat was het hele gesprek? Ja? Ja? Maar deze man die zoekt alleen maar aandacht. Hij wil gewoon aandacht. Maar ga je die Brawl Stars potje met hem spelen? Ja, natuurlijk. Want Mortis is wel lachen om te doen. Okay, ik hoop dat Gevarenzone weer terug is. Want ja, ze hebben die weer teruggedaan, maar ineens komt er een nieuwe game modus. Goeie Brawl Stars. Dat is niet leuk. Maar goed, weet je wat? Wij gaan Brawl Stars spelen. Met Mortis. Twee potjes. Oké, mensen, wij gaan Brawl Stars spelen als Mortis. Moeten we wel Mortis even selecteren, hè? Ja. Oké, waar sta jij, Mortis? Ik snap ook niet waarom die gast dat zo graag wil. Aandacht. Ja, blijkbaar. En wij gaan beginnen met een potje overval. Hohoho. We moeten deze potjes winnen, want anders wordt hij boos. Ja, dat twee potjes winnen. Oké, maar we gaan het killen. Zeker weten. Mensen, volg trouwens ook het menselijk statief even op Insta, @MilanMGN. Ja, maar wat denk je? Oh ja, yes. De Giramoord zal niet blij mee zijn, die ben ik maar dood. Scherp. Oh. Nou, Colt, waarom sta je hier zo? We moeten winnen. En als jij hier blijft staan, dan gaan we nooit kunnen winnen. Hoppa. Wat denk je, Poco, hè? Hè, wat denk je dan? Hè? Hè? Huh? Gewoon boek, man. Hoppa, kijk, nu gaat het beter. Of niet? Kijk wat hij doet, dit vind ik niet netjes. Van de Lano, de vraag is nu, hoeveel uur speel je per dag Brawl Stars? Hé, hey, kun je niet zeggen dat ik YouTube doe voor het geld, want ik vind het nog eens leuk ook om te doen. Hey. Dat heb ik niet gezegd. Ik vraag alleen, dat is alleen niet het antwoord op mijn vraag, de Lano. Hoeveel uur per dag speel je Brawl Stars? 24 uur, man. Oké, dan ben je wel dedicated. Dat kan ik niet ontkennen. Nee, zeker niet. Ook verslaafd. Maar goed, ik zou je niet meer hacken. Dan heb ik nog steeds spijt. Ja, nou snap je ook waarom ik boos was, hè? Ja, zeker. Flip Barley. Oh. Goed zo, Brock. Jij bent een strijder. Want door jou gaan we nog bijna winnen. Dus we moeten Mortis blij maken, of niet? Ja, echt wel. Oh, hoppa. Dat... Ik ben aan het grinden, man. Ja, man. Je snapt dat ik een beetje bang ben van Mortis. Huh? Wat? Die scherm glitst. Hoe dan? Ja, ik zag het ook. Is dat normaal bij dit spel? Dat het vaker kost? Ja, soms. Hoppa, die kanon is in ieder geval weg. No way dat je die kans gaat maken, Poco. Kijk hoe gemeen ze zijn, hè. We hebben nog een half minuut, we moeten dit winnen. Jij gaat dit winnen, jij gaat dit killen, bro. Ja? Ik heb vertrouwen in jou. Wow, ik zag weer iets. Ik hou wel van Mortis. Hoppa.
In ieder geval wat vleermuizen gestuurd naar die kloesoe. Hey, Brok, wat is er nou weer voor mindset, hè? Stilstaan, wat is daar nou weer, zeg? Ja, nou gaan ze ons aanvallen. Oh, we hebben gewoon gewonnen. Oh, wow, potje 1. Yes. Oh my god. Oh, je moet nu nog een potje. Ja, en dan deze moet ik in ieder geval in het... Nu gaat het moeilijk. Holy shit! Ho, 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 ho. 160 tokens. Wat een cadeautje. En gevarenzone is erin, dus dat is mooi. Wat die wou precies doen. En we gaan een kistje openen. Wat zit erin, Daniel? Wat? Munten? Nice. Dat is normaal. Hey, Pipper. Pijper. Hey, Crow. Een Brock. En verder niks. Wat zei dit? En nog één potje gevarenzone. Okay. Dat is het moment van de waarheid. Hey, ik hoor iets. Hoor je dat ook? Ik hoor het net. Nou, we moeten gefocust zijn, want dit potje moeten we winnen. Dude, straks is die hier in de buurt en dan ben je bezig met je potje. Dat is normaal voor jou. Ja. Maar dat is een beetje lof. Kut. Die gaat nu al fout. Ja. Danny, jongens, ik ga even Danny motiveren. Danny, je kan het. Je weet dat je het kan. Je hebt het al vaker bewezen. Je hebt al zoveel tijd in het spel gestoken. Nu ga je laten zien dat je dit kan. Oh, ho, ho, ho. We hebben gewoon het goed gekild, man. Holy shit. Poco, je bent een held. Oh, Pipper is gemeen. Maar doe je wel je best en ook wat meer dan de rest. Tuurlijk. Ik doe altijd mijn best, man. Maak deze shit ook high. Ja. Oh, die Pipper is goed. Only OG's will know this, but... Kijk, hij heeft een gadget al, dus dan wordt het moeilijker met Pippertje te spelen. Pippertje. Dat is lieve zin trouwens deze naam. Ja, het is eigenlijk Piper, maar ik zeg altijd Pipper. Ja, vind ik ook. Oh shit, dat is moeilijk, man. Kijk, die anderen doen minder hard met dan die andere teamspelers. Dus gaan we er binnen. Kijk, die ene hebben ze al veroverd. Wat? Er zit daar een rups! Wat? Wat? Ik heb straks de eigen processie rups gehad. Gaan we gewoon binnen? Kijk uit. Gast, kijk mijn knie. Nee, waar? Daar. Oh! Oh, ik heb een eigen processie rups. Oh shit, oh, we hebben bijna... Hij moet niet in mijn tas. Hij moet niet in mijn tas. Zo. Van de processierups. Ja, op de grond. Dat is dadelijk ingegaan. Maar goed, we gaan wel winnen. Er moet geen in, dat is er één. Dat zie je toch, echt die haartjes. Kut. Dank jullie wel, mensen. We hebben verloren. Ah, nu krijg ik ook overal de kriebels. Oh, ik hoor Mortis. Guys, ik hoor Mortis. Hoor je dat niet? Die rups heeft met Mortis te maken, dat moet wel. Ja. Guys, what the heck is er aan de hand? Een processierups. Ik deed net toen ik op de bankje zat, toen viel er een in mijn nek volgens mij. Hè? Ja. Maar, mensen? Heb ik toen opgepakt en weggegooid. Maar mensen, wij gaan verder op zoek naar Mortis en kijken of die in de buurt is. Oh, let's go. Godverdamme. Oké, guys, ja. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Ik hoorde Mortis toen net, ik had verloren. Dit is wel een bedreiging, man. Ja. Shit, ja, we moeten hem opnemen, toch? Oké, we nemen hem op. Yo, Mortis. Hallo, Danny. Het is met Mortis. Heb jij Brawl Stars gespeeld? Ik heb inderdaad twee Brawl Stars potjes gespeeld, man. En heb jij gewonnen of heb je verloren? We hebben twee potjes gewonnen. Echt niet, je liegt. Ik lieg helemaal niet. Wat doe je daar nou weer bij? Je liegt. Je hebt hem nog niet gewonnen. Eentje maar. Huh? Hoe weet je dat? Omdat ik letterlijk met jou aan het meekijken was, idiootje. Oh, dankjewel dat je in ieder geval vond dat ik goed speel, maar... Ja, je speelde me goed. Wat zeg je nou meer? Ja, omdat zijn teammates zo slecht zijn, ja echt. Dus omdat die andere twee moken slecht speelden en iedere keer gewoon dood gingen? Ja. Terwijl ik mijn best deed? Ja. Ben ik in één keer de slechterik? Wat is dit nou weer, zeg? Ja, want had je maar beter teammates moeten uitnodigen, Danny. Ja, die andere twee die waren niet zo goed. Ja. Daar kan ik toch niks aan doen? En zelf was je ook niet zo goed, hoor. Plus Pippen, die had een... Ja, Pippen. Wat een fucking gadget. Pijper, jongen. Ja, kan echt niet. Hij had een gadget. Nee. Ik had niet eens een gadget zoals die Pipper. Zoek er dan een. Ik weet dat hij Piper heet, maar ik zeg Pipper. Ja, leuk hoor. Grappig, man. Even serieus. Oh, sorry dat ik aan het lachen was, Mortis. Ja, nee, dat is niet grappen. Maar je gaat eraan. Hey, ik hoor weer wat, hè. Kijk achter je. Wacht, kijk daar eens. Ik zie Mortis. Mortis is daar, gast. Oh, nee. Wat doet hij daar? Hij komt er zo af. Oké, weg. Weg hier.